Voor een goede 3D foto heb je ik moet even naar buiten stoppen, ik laten zien wat er is gemaakt. Ik heb dat beeld bijvoorbeeld, dat kan ik wel zien. Kijk, dit beeld is vrij gladde oppervlakte, hè? Dus dat is nog wel goed te scannen. En kun je nu zien, ik kan het beeld vastpakken. En inzoomen. Ik kan bijna de structuur zien. Het mooie van dit soort foto's is geen spin, maar hij is nog niet zoals ik hem hebben wil. Mooi. Dus deze zijn de resolutie goed. Als je dat wil laten zien. Maar je kunt bijvoorbeeld met of zonder schaduw op een vaste ondergrond zetten. Dus deze heeft een schaduw die je ook ziet. Er zit dus boven en onder een 24 megapixel. En, Ja, nou dat vind ik echt super fijn. Ja, dus doe het wel, maar hij is langzaam. Nee hoor. Zoek iets. Oppervlak. Dat herkent hij. Dan zet hij punten neer. Mm-hmm. En op elk punt kan ik hem neerzetten. Dus ik hem hier midden op tafel wil zetten. Ja. En dan kan ik de grootte afstemmen. Zeg nou, hoe groot wil ik hem hebben. En dan kan ik hem nu zien. Ik kan er omheen lopen. Ik kan dichtbij bekijken. Van boven. Hij heeft geen schaduw, maar dat komt nog wel, denk ik, een keer. Maar goed, daar staat hij. Ja. Support gebouwd voor die arm. Ja, leuk hè. Het stangetje heeft hij vanaf de grond omhoog gemaakt. Ja. Zodat hij die arm kan ondersteunen. Ja. En je kan wel groter bestellen. Ja. Dus daar heeft de augmented reality wel degelijk zien. Dus je zegt, nou, dat is wel een lekker groot beeld in de tuin. Dan kan ik hem in stukken printen. Ja. Dan zeg ik tegen de software, nou, zo groot is mijn printer. Ja. Die rekent uit wat voor stukken en dan komt hij gewoon in stuk. Je lijmt het in elkaar, want het is allemaal kunststof. En dat ga je niet zien. En dan kun je Spitfire printen, want 1,80 meter uit deze printer. Ja.